En als je hiernaar benieuwd bent, kijk dan vooral verder. Dit hebben we allemaal nodig. Oliebollenmix en lauwwarm water. En lauwwarm water dan 1 liter en oliebollenmix 2 pakken. Ja. Ik ga nu 500 ml water in een bekom doen en het mixen. En dat is dan zeg maar 1 bakmix, dus niet dat we er 2 in hebben gedaan. Dan moet het beslag er ongeveer uitzien. En dan doen we er een schone theedoek overheen. Gewoon zo, het hoeft niet heel netjes. En dan kan je ervoor kiezen om het gewoon of op kamertemperatuur te laten rijzen of in de oven op de rijststand. Wij gaan het laatste doen en dat doen we dan voor 3 kwartier. We voegen nog even wat zonnebloemolie toe aan het beslag. Want dan plakt het niet zo in het wafelijzer. Dat is wel goed. Dan kunnen we beginnen met bakken. We doen dit in de wafelijzer en dan gaan we later bakken. De wafels zijn nu goed, dus we halen ze nu eruit. En dan gaan we nu verder met de volgende. En ze lekker met poedersuiker erop. Ja, smakelijk eten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doei! Doei!